En ik wist wel, wat een super zuur eind van het seizoen. Ja, dat kan je wel stellen. Het was het vorige seizoen ook al het geval. En nu wederom. Dus dan is het extra teleurstellend, want we hadden ons er toch heel veel van voorgesteld. En we wisten dat we een 2-0 achterstand moesten achterhalen. En dat we dus om die reden veel karakter in de wedstrijd moesten brengen. En veel energie erin moesten stoppen. Dat hebben die jongens gedaan. Dus in dat opzicht valt ze helemaal niets te verwijten. Alleen in de penalties, ja, dat hebben we het laten leggen. Dus in die zin zijn we naar mijn mening de ongelukkigste geweest. In de tweede helft, niet van de verlenging, maar van de wedstrijd, toon je die energie, toon je initiatief. Op dat moment denk ik, jullie gaan erover. Ja, dat klopt. Dat gevoel had ik ook. Dat gevoel had ik niet in het begin, moet ik eerlijk zeggen. Toen vond ik Ajax wat beter, creëerde wat makkelijker kansen als dat wij dat deden. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, werden wij steeds sterker. En de ruimte die tussen de linies kwam, die wisten we steeds beter te benutten. Alleen in de eindfase onvoldoende goed uit te spelen. Want anders hadden we het gewoon in de reguliere tijd af kunnen maken. Ook je psychologische voordeel met als eerste een penalty stoppen, werkte niet zoals het normaal gesproken werkt, hè? Ja, ook dat klopt. Je begint en dan begin je op een voorsprong en dan weet je dat de druk bij hun ligt. En toch missen wij er alsnog twee. En dus ja, dat is dan op dat moment heel ongelukkig. Want op dat moment heb je ook het vertrouwen dat je dan met die penalties gaat redden. Is daar een verklaring voor of is het gewoon een loterij? Nee, het is meer of meer een loterij. Het is, penaltynemers verwijt ik ook nooit wat. Het is degene die de verantwoording willen nemen, ja, die toont karakter. En degene die het niet durven, doen dat niet. En als je hem dan mist, ja, dan is het all in the game. Dankjewel.